Yo mensen, Jaroski is vandaag weer een nieuw commentary. Het is deze keer niet op Black Ops 2, het is deze keer niet op Modern Warfare 3, maar het is een Far Cry 3 multiplayer. Ik heb het nog nooit gespeeld, ik heb het nog nooit gezien, dus we gaan gewoon kijken of we een goede score kunnen halen. Ik weet niet hoe het allemaal werkt, maar we pakken denk ik gewoon de class Saboteur. Volgens mij staat het allemaal in het Nederlands, maar ik heb geen flauw idee hoe het staat. We gaan gewoon eventjes kijken wat we moeten doen, hoe het gaat. Het is natuurlijk kerst op het moment, dus de leukste tijd van het jaar. Dus ik heb niet heel veel tijd meer om een commentary op te nemen op het moment. Ik ga gewoon even wat lollige dingen doen, maar ik wil toch eventjes deze multiplayer spelen. En dat is alweer kill 1, 100 XP erbij. Het speelt wel heel raar, het speelt niet soepel, heb ik nu al door. Het speelt gewoon een beetje zoals Far Cry 3 singleplayer ook speelt, dus dat is wel fijn. Dat heb ik de laatste tijd namelijk alleen maar gespeeld. Far Cry 3 singleplayer, dat was echt vet. Vet spel om te spelen. En hier zie ik weer iemand lopen, dat is de tweede kill weer. Ik zie dat enemies hier een vlag of zo aan het capturen zijn, of een soort van tonnetje, ik weet niet precies wat het is. We gaan er gewoon even op afkijken of wat er gebeurt dan. Of er hier iets aan de hand is. Kijk, ik zie er daar staan. Kunnen we die ook killen? Ja, oké, dat is kill nummer 3 alweer. Het speelt redelijk wat chill. Ik denk dat ik dit wel vaak ga spelen, maar het speelt niet zoals Call of Duty natuurlijk. Het is veel slow-paced, maar het is wel gewoon vet op het moment. Ik heb nu alweer een 4 killstreak, dus het gaat lekker zo. Oh shit, naast me. Ah, nee, nu ben ik dood. Even kijken, wat is de killcam? Cling on to life. Nou, gewoon even kruisje ingedrukt houden. Oh, tappen moet ik het. Ik moet kruisje tappen ofzo, ik weet niet precies. Ik ga gewoon mijn kruisje indrukken, kijken wat er gebeurt. Misschien gebeurt er wat, misschien niet. Ik hou gewoon kruisje ingedrukt en druk hem in als de malle, maar dat doet pijn aan mijn arm. Kom aan, ik weet niet wat er gebeurt. Gewoon kruisje indrukken. Ah, het zal wel. Maakt niet uit. Ik wist niet wat daar gebeurt. We gaan gewoon weer beginnen. Hey, Far Cry 3 singleplayer vind ik echt vet. Ik heb nu de laatste paar dagen echt alleen maar gespeeld eigenlijk. En het is echt vet. Er lopen 40 verschillende dieren rond. Er lopen zoveel verschillende ventjes rond. Je hebt 40 verschillende wapens of zo. Het is echt vet om te spelen. En het is gewoon heel uitgebreid. Even kijken, kunnen we hier de kijkers aan? We kunnen nog heal ook. Dus in de singleplayer precies hetzelfde. Gewoon driehoekje ingedrukt daar en je wordt geheeld. Kijken of hij er nog op staat te wachten. Zo te zien niet. Dus we gaan even kijken. Oh, dit is het einde van de map zo te zien. Even kijken. Kijk, hij staat er nog wel. Wat een sukkel, joh. Oké, we zijn level up. Hier zie ik dat ze een vlag aan het capturen zijn. Kunnen we die killen dan? Kijk eens aan. Wat zijn ze allemaal mee bezig? Het is gewoon een soort van domination, alleen dan met 4 soort van tonnetjes die je moet capturen. Ik ga eventjes naar de enemies toe, zodat ik hun vlag kan capturen. Of een tonnetje, ik weet niet precies hoe je het wil noemen in het spel. Huh? Oh, die gaat opeens dood door iemand anders. Dikke killstool hier ook. Begon net te schieten. Even kijken of we deze vlag kunnen pakken hier. Oh shit, er loopt een enemy. Kijk eens aan, killstreak 3 alweer. Gaat lekker zo, man. Dit spel, ja, ik vind het wel leuk op zich. Niet heel veel mensen spelen, dus je joint niet zo snel een room. Maar het is wel echt gewoon grappig om te spelen. Het is een keertje iets heel anders. Het is gewoon geen Call of Duty, geen Battlefield, geen Homefront. Het is echt gewoon totaal anders dan spellen dat je gewend bent. Ik ben nu out of ammo, dus gaan we even rondrennen met een pistooltje of een pakken zijn wapen. Oh shit, in mijn rug. In mijn rug, in mijn rug. Ah, ik ben dood. Oké. Cancel killcam. Kunnen we dat cancelen? Oh, kijk eens aan. Als je een rondje ingedrukt houdt, dan spawn je dus meteen weer. Dat is mooi. Nou, gewoon een rondje ingedrukt. Je moet nog wel de spantijd wachten, maar het gaat veel sneller. Ik wil gewoon zo snel mogelijk spannen. Wel jammer dat er spandelay in zit, anders kon je gewoon de hele tijd meteen spannen. Dan ging het ook wat sneller allemaal. Maar dat hebben ze zo te zien niet ingemaakt. Op zich ook wel beter, want anders kan je mensen gaan spantrappen. Ik denk niet dat dat mogelijk is in dit spel, maar dat kon anders wel als je de hele tijd heel snel kan spannen. Ik ben nu alweer dood, maar we staan best wel goed volgens mij. Eerste potje, dus even kijken hoe alles werkt. Ik wil jullie sowieso in deze video ook nog eventjes fijne kerst wensen. Ik denk dat ik vandaag wel een andere video upload. Maar ik wil jullie allemaal nog even fijne kerst wensen. Natuurlijk gelukkig nieuwjaar ook nog. Maar dat duurt nog eventjes voordat het komt. Dus als het nieuwjaar is, dan zal ik nog even een andere video uploaden. Dat het weer nieuwjaar is. Want dat duurt nog wel eventjes. Eerst dat komt natuurlijk kerst. Kerst gewoon met je familie lekkere dingen eten. Misschien ga je kometten. Misschien ga je uit eten. Ik weet niet precies wat je gaat doen. Maar dat is echt chill altijd. Chill om iets met je familie te doen. Gewoon even gezellig met z'n allen. Lekker eten. En we halen een dubbel kill, prachtig. Kan ik hem reviven? Even kijken hoe dat moet. Oh, vierkantje ingedrukt houden. Alsjeblieft, vriend. Ik stak naast je, maar dat maakt niet uit. Het gaat om het idee. Het gaat om het idee dat ik heb gerevived. Oh shit. Ah, kijk eens aan. Ze zijn echt slecht in dit spel, joh. Allemaal Christmas noobs of zo die je nu ook in Black Ops 2 hebt. Alleen dan op Far Cry 3. Op de tijd. Het gaat lekker zo. Killstreak 5, joh. Ik zie hier allemaal enemies naast me lopen. Ik ben alweer bijna out of ammo. We hebben nog 11 kogels zo te zien, maar die kunnen we nogal gebruiken om nog een enemy mee te killen. Oh shit, in mijn rug, in mijn rug, in mijn rug. Hij staat daar te campen. Ja, kijk eens aan, headshot. Prachtig. Prachtig headshot. Die vent wordt gerevived. Kunnen we die ook nog killen? Oh shit. Oh shit, hij schiet alles mis. Nee, die komen. Nee, oh, ik ben dood. Jammer. Ah, het ging best wel lekker, joh. Als je een beetje in bent gekomen in het spel, speelt het volgens mij wel echt lekker. Ik weet niet hoeveel mensen er in zo'n room kunnen. Even kijken. 1, 2, 3, 4, 5. Ik denk dat het 7 tegen 7 ongeveer is. Maar de singleplayer van het spel is echt geniaal. Als je ongeveer 40 euro over hebt, als je even kijkt of die ergens in de reclame is. Als je 40 euro over hebt en je wil gewoon even in de vakantie vet spel spelen, zou ik je echt aanraden Far Cry 3 te komen. Want de singleplayer Free Roam is echt zo vet om te spelen. Ik heb nu ongeveer 7 uur playing tijd in een paar dagen. En ik speel het eigenlijk gewoon dag en nacht.
Het is even leuker dan Call of Duty op het moment, omdat Call of Duty een beetje bullshit is, vind ik, qua dingetjes allemaal. Maar dat maakt mij niet heel veel uit. Zometeen speel ik het toch weer. Ik ben even aan het nadenken, want als we nou vlaggen moeten pakken, dan moeten we dus naar die tonnetjes. Want ik zie de tussenstand ook niet staan. Het staat nergens van of je voor staat of achter staat. Of ik ben nu scheef. Wat even kijken, staat dat ergens? Nee, er staat nergens. Volgens mij duurt dat game gewoon 10 minuten of zo. Ik weet niet precies. We gaan gewoon spelen, we gaan kijken wat er gebeurt. Is het tonnetje nu van ons en wij... Wat is dit? Wacht, ik moet vierkantje ingedrukt. Oh, kijk eens aan. Ik ben nu ergens mee bezig. Oh, we steken het aan. Kijk eens aan, dan capture je die vlag dus. Als je het aansteekt, capture je die vlag. Oh, dus je moet gewoon alles in de hands zetten. Maar niet jezelf. Je moet die bases in de hands zetten. En dan moet je zorgen dat het dus ontploft of zoiets. Ik weet niet precies wat je moet doen. Het is wel weer een leuk idee. Het is iets heel anders. Het is gewoon een soort van domination, maar toch weer iets anders dan domination. Waardoor het toch weer leuker wordt om te spelen. Het is niet gewoon precies hetzelfde. Ze hebben het niet gewoon uit Call of Duty gejat. Nee, ze hebben het echt gewoon... helemaal anders gemaakt. Ze hebben iets heel anders ervan gemaakt dan het normaal is. Even kijken. Ze moet vierkantje ingedrukt houden. Dan capture je die vlag. Dan kan je het dus aansteken. En dan gebeurt er als het goed is iets. Ja, kijk eens aan. Oh shit. Kijk eens. Oh, double kill. Prachtig. Oh nee, één kill maar. Ik werd gekillsteeld. Dankjewel, man. Ah, saved hem. Het was geen killsteel. Het was een save. Dat hoor ik in Call of Duty ook heel vaak. Om nog even een reference te maken naar Call of Duty. Heel veel mensen zeggen altijd killsteel, killsteel, killsteel bullshit. Maar heel vaak saven ze ook gewoon je leven. Als je zegt killsteel, is het echt gewoon de helft van de tijd dat je gewoon je leven redden. En dat je gewoon denkt van, ah shit man, ik hou die kill gewoon. Alleen meestal, als je dat denkt, ben je toch eigenlijk doodgaan als je je niet hadden gered. Dus meestal is het wel chill dat je wordt gekillsteeld. Alleen, ja, het is toch wel weer irritant om niet die kill te krijgen, maar een assist. Ik weet niet hoe lang zo'n game gaat duren, maar volgens mij duurt hij nog 8,5 minuten in mijn bovenste scherm te staan. We gaan nog gewoon even kijken. Volgens mij moeten we alle vlaggen pakken of alle tonnetjes pakken. Ik weet niet precies wat we moeten doen, joh. Het ziet er wel allemaal grappig uit. Het ziet er ook gewoon mooi uit. Voor Far Cry 3, dat eigenlijk gewoon niet gemaakt is om de multiplayer, ziet het best wel mooi uit allemaal. Gewoon mooie graphics, wat Far Cry 3 sowieso al heeft. Alleen dan nog in multiplayer ook. Gewoon een lekkere map om te spelen. Allemaal kapotte auto's, allemaal huisjes waar je niet in kan, maar wel waar je een beetje achter kan schuilen. En anders ziet het best wel mooi uit allemaal. Ik denk dat ik de multiplayer nog wel wat vaker ga spelen als ik het zo zie. Als ik zo... altijd gaat zoals ik dit potje ga. Want ik speel nu best wel lekker. Ik haal best wel veel kills allemaal. Defense wordt gekillsteeld lekker dan. Als ik hem had gekillt, dan had ik hem gekillsteeld. Dus het maakt op zich niet uit wie de kill had. Ik heb weer een nieuwe perk of zo unlocked. Ik weet niet precies wat het allemaal is hoor. Ik ben het ook allemaal aan het uitzoeken. Natuurlijk eerste game. Eerste games zijn altijd het leukst om te spelen. Ook op Black Ops 2. Als je mijn eerste game ziet op het spel. Ik was helemaal gelukkig. Ik was echt gewoon in de hemel. Alleen ja, nu. Nu denk je van, ja, het is gewoon weer normaal, weet je. Aan het begin denk je van, chill, chill, chill. Het is helemaal iets nieuws. Maar daarna denk je van, ah, het wordt normaal. Ik ga weer eventjes een ander spel spelen. En variatie is goed, zoals ik al heel vaak heb gezegd. Dus dat komt altijd mooi aan als je dan weer een nieuw spelletje hebt gekocht. En dat was nog in de reclame ook, dit spel. Ik heb hem voor €35 gekocht. Dus dat is helemaal mooi als je van €70 naar €35 gaat. En je denkt, hé, hey, ik koop hem wel eventjes. Ik heb toch het geld, dus kan ik hem eens goed even halen. Jullie worden allemaal afgeknald, vriendjes. Jullie moeten wel aan je zij blijven kijken. Even kijken, wij moeten deze planten... Oh, nu pak ik een sniper. Oh nee, dit is een ander wapen. Het is silence. Even uittesten. Even dit wapentje uittesten. Kijk, daar loopt een enemy. Hallo, in je zij, vriend, met je body armor. Dat weet ik nog wel van de singleplayer. Dus als je zo'n soort van body armortje ziet, dan hebben ze dus extra health. Dan moet je ze vaker raken. Ik weet niet waar je dat kan krijgen, maar dat gaan we wel eventjes uitzoeken. We gaan eventjes alles igniten, want ik wil wel winnen. Ik weet niet precies hoe je moet winnen, maar het zal wel gewoon goed gaan, denk ik. Als je zoiets doet. Even kijken. Oké, capturing. Dus nu zijn we die vlag aan het pakken. Vlag A of tonnetje A. Ik weet niet precies hoe je het wil noemen. Zijn we bijna klaar, dan steken we het aan. Ja, dat gaat goed. En dan gaan we hem eventjes defend. Even kijken wat er dan gebeurt als je hem defend. Kijken of ik die twee kan killen. Oh, in mijn zij. Jammer. Ik dacht als ik nou kan kijken wat er gebeurt als ik dat dingetje vind. Capture the road to win. Capture the road to win. Huh? Nu moet ik 10 seconden wachten voordat ik ben gespand. Ik snap er echt gewoon helemaal niks van. Ik speel dit spel, maar ik snap er helemaal niks van. Ik maak gewoon kills en ik speel het gewoon als Call of Duty. En ik zie wel wat er allemaal gebeurt. Dus ik ga gewoon spelen, joh. Ik zie wel wat er allemaal gebeurt. Ik ga gewoon deze vent achterna lopen. Radio. Moeten we naar die radio toe nu? Er staat een radio op mijn schermpje. Even kijken. We got a machine gun. Oh shit, onder. Loopt er iedereen. Ga dood. Dankjewel. Hij raakte me wel echt hard, joh. Links staat ook je helft en alles. Ik ben nu de helft dood. De helft dood. Ligt hier iemand die 5 moet worden? Maar we gaan even kijken, want ik loop nu om. Dan kan ik ze waarschijnlijk backreepen, hoop ik. Hoop dat ik ze kan backreepen op deze manier. Jij werd gerevived hier. Jullie moeten allemaal gerevived worden. Wat doen jullie allemaal, jongens? Jullie zijn gewoon allemaal dood gegaan. Hier, kan ik jullie nog revive nog meer? Ik kan niemand meer revive. Oh shit, in mijn zij, in mijn rug.
Ik word gestort van potion of zo. Wat is dit? Oh, ik moet hier weer iemand reviven. Even kijken of ik hem... Oh shit, er loopt een enemy naast. Kijk eens aan. Ik wil een reviven. Ik ben teamplayer. Ah, nee, in mijn zaai. Ik dacht, ik revive hem snel. Ik wist dat ze eraan kwamen. Ik dacht, nee, ik revive ze snel. Misschien werkt dat wel, maar dat werkt dus niet. We moeten een soort van radiotoren capture op het moment. Ik weet niet precies wat het is. En je hebt 10 seconden spanning tijd. Ik denk dat dit weer een ander deel van het spel is. Ik weet niet precies ook wat voor gameplay ik speel. Kan ik dat ergens zien? Ik speel... Firestorm Mudslide. Dat zal de map wel zijn. Ik heb geen flauw idee wat het dan is. Ik ga gewoon op die radio af dat op mijn mapje staat daar. Of zie je daar. Zie je zo'n radio staan. Dan ren ik gewoon op af en ik zie wel gewoon wat er gebeurt, joh. Misschien winnen we niet. Ik heb geen flauw idee. Die kill hebben we sowieso wel. Eventjes bukken. Oh, the enemy's got the radio. En dat wou ik nou net niet, hè. Dat wou ik nou net niet. Jongens, team, kom op. We pakken die radio. Met z'n allen, jongens. Oh, ik moet weer 10 seconden wachten. Dat is best wel irritant. Dat je nu bij die radio 10 seconden moet wachten. Maar het is op zich wel grappig allemaal. Even naar deze vent kijken. Hier, wat heb je een mooi gezicht. Oh, je bent dood, pisvlek. Wat jammer nou. Oké, spannen in 0 seconden. Oké, nu ga ik eventjes wat rustiger spelen. Zo te zien, hebben we nog steeds niet gewonnen. En gaat het game gewoon door. Nog 4 minuten boven in mijn schermpje. Ik zie hier een enemy lopen. Oh shit, wat doe je allemaal? Wat de heck deed die vent? Die bewoog echt heel raar. We gaan even die andere enemy achterna. Want die is deze vlag aan het capturen. Of deze ton aan het capturen. Ik weet nou gewoon niet hoe ik hem moet noemen. Moet ik hem nou ton noemen of moet ik hem nou vlag noemen? Hij is hem aan het aanzetten. Niet aanzetten, vriend. Dat vind ik niet leuk. Ik denk al dat ik weet wat je moet doen. Je moet gewoon zorgen dat je alle twee die vlaggen of tonnetjes van de enemies aansteekt. Dan moet je die defenden. En als ze af zijn gegaan, moet je naar de radiotoren. Dan moet je de radiotoren nog blijven capturen. En dan heb je het game gewonnen. Dus je moet 3 verschillende dingen doen om het game te winnen. Maar de enemies kunnen precies hetzelfde doen. Dus het beste is gewoon om in een team te zitten met allemaal vrienden van je. Op audio te zitten. 3 mensen defenden die vlaggen. 3 andere mensen planten. Als je dan hebt geplant en gedefend, ren je op die radiotoren af. Ga je daar met z'n 6 op zitten en dan heb je dus gewonnen. Maar als je niet kan communiceren met je team is het dus best wel irritant. Kijk, hij is nu aan het planten. Dus als ik hem nu eventjes ga defenden, nou, hij schiet ook nog eens op me. Ik hoor bij je team, pisvlek. Dat is niet zo aardig om te doen. Even kijken, hun zijn nu ook aan het planten. Kan ik zien op mijn mapje. Uh-oh. Uh-oh. Ik weet niet wat er nu is gebeurd. Oh, maar kijk, we moeten nu dus weer naar de radio toe. Naar de radio toe, jongens. Let's go, let's go, let's go. Als het goed is, heb ik het nu door hoe alles moet. We gaan er gewoon even kijken. Ik ga nu naar de radio toe, kijken wat er gebeurt. Oh, dan moet ik nog 10 seconden wachten. Nou, ik zit er al vast. Ik ga gewoon hier zitten met... Teammaten komen er ook aan. Kom op, jongens. Defend me. Ik zit hier samen met jullie. Defend me, jongens. Nog 5, 4, 3, 2... Oh, shit! Ik zat naar de tijd te kijken, komt er een enemy aan. 0, oké, let's go. We pakken hem, we pakken hem, we pakken hem. Kom aan, jongens. We zitten op een kwart, we zitten op een kwart. Kom op, jullie kunnen het. We zitten bijna op de helft. Kom aan, kom aan, kom aan. Kijk voor enemies. Staat een enemy naast, we kunnen we die killen. Ja, 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 ja. Nog een enemy ernaast. Oh shit, heel veel enemies. Oh, ik ben dood. Volgens mij pakken we die vlag wel. Als mijn teammaten even doorgaan. Ik defend ze nu, want ik zat de enemies af te leiden. Dus als hun nu eventjes die soort van radiotoren pakken, dan gaat het waarschijnlijk wel lukken. Kom op, jongens. Pak hem, pak hem. Ze staan er nog steeds op. Ze kunnen het. De enemies lopen er nu ook op. Kom aan, jongens. Pak die radiotoren. Ik wil winnen, ik wil winnen. Kom op, ren erop af. We hebben hem bijna, we hebben hem bijna. Let's go, jongens. Let's go. Allemaal erop, allemaal erop. Ik kan jammer genoeg niet met ze praten, maar ik ga toch tegen ze praten. Ook al kunnen ze me niet horen. Hier staat een enemy. Daar staat een enemy. Ik krijg een nade op mijn kop. Kunnen wij ook een nade gooien? En ik ben dood in mijn zij geraakt. Nee, een nade killde me. Jammer. Ik zag die nade liggen en ik dacht, ik ren snel achter het hoekje. Maar hij kon me dus zo te zien nog wel raken. Misschien een beetje overpowered die nades als ik het zo meteen zie bij mijn eerste nade. Maar dat zal waarschijnlijk niet zo zijn. Ik zal waarschijnlijk wel gehit zijn. Oké, we kunnen weer spannen. Snel op die radiotoren af, jongens. We pakken hem. We hebben hem bijna volgens mij. Als het goed is. Als het niet goed is, dan hebben we hem niet waar. Jawel, we zitten op 3/4. We zitten op 3/4, jongens. Ga erop af. Hier zie ik 3 enemies staan. Holy fuck. Holy fuck, fuck, fuck. We hebben 3 kills. We hebben 4 kills. Kom aan, pak die vent ook. Nee, ik moest reloaden. Dat handpistooltje is veel te slecht om daar enemies mee te killen. Laat die enemies die radiotoren niet pakken. Ik zie op mijn kaartje dat 5 teammaten van me op die radiotoren aflopen. Dus als ze nou eventjes allemaal gaan, dan volg ik ze ook. Your team last. Dat is nou jammer. Nou ja. Het is wel leuk om te spelen deze multiplayer. Ik zal het zeker aanraden om een keertje uit te testen als je Far Cry 3 hebt. Het is leuk om te spelen. Zo te zien komt er ook nog een vliegtuig die alles in de hens gaat steken volgens mij. Mijn mooie kerk gaat in de hens. Jongens, vergeet de video alsjeblieft geen duimpje omhoog te geven. De gameplay zelf duurde gewoon 15 minuten lang. Dus ik hoop dat jullie het weer leuk hebben. Geniet van je kerst. Het is maar 2 dagen. Daarna natuurlijk oud en nieuw. Maar daar zal ik wel eventjes een nieuw commentaar over maken. Nee, ik ga dood. Niet me killen. Niet me killen. Daar staat Jiraski. Oh, dat ben ik. Kijk mij. Oh, fuck jou. Fuck jou, pisvlek. Fuck jou. Sla hem, sla hem, sla hem. Nee, 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 niet. Oh, fucking hell. Lul. Hier, wat ben ik sterk, hè. Hier, we hebben 3 keer geslagen, maar ik ben nog steeds in knockout. Oh, hé. Hey. Sla me niet. Sla me niet. Wat is er nu gebeurd? Ik weet niet wat er is gebeurd. Uh-oh. Hij staat loaden. Ben ik dood of ben ik niet dood?
Volgens mij is de room afgelopen. Ja, de room is afgelopen. Jongens, ik ga eventjes leave hier als ik weet hoe dat moet. Ik ga vragen of jullie alsjeblieft een duimpje omhoog kunnen geven voor een 15 minuten lang commentary. Geniet van je kerst zoals ik net ook al zei. En dan zie ik jullie gewoon bij het volgende commentary, jongens. Bye bye.